rechtgeaarde Utrechters die zullen waarschijnlijk onmiddellijk herkennen wat hier achter mij te zien is. Namelijk het schip, het oude schip, wat in de kelder van het Centraal Museum ligt. Het schip werd door mijn kinderen altijd het stinkschip genoemd. Dat klopt, het stinkt, want het ruikt eigenlijk naar de tier en de lijnzaadolie waarmee het geconserveerd is. Het gekke is, nadat mijn kinderen meer dan 10 jaar oud waren, waren ze niet meer geïnteresseerd, maar daarvoor vonden zij het stinkschip een van de allerinteressantste objecten die ze ooit in een museum hadden gezien. Het wonderlijke van dit stinkschip is dat het steeds jonger is geworden. Toen het gevonden werd, dacht men, het is een Romeins schip. Maar het is helemaal niet van de Romeinen afkomstig. Het stinkschip is waarschijnlijk een stuk jonger en men dacht zo in de 8e eeuw. Maar helemaal precies wist men het niet. Maar nu kunnen we zeer nauwkeurig vaststellen hoe oud het stinkschip eigenlijk is. Want we kunnen namelijk de leeftijd van het hout vaststellen. En hoe weten we dat? Door middel van een techniek die heet de dendrochronologie. Dat is een relatief jonge wetenschap waardoor we van alles en nog wat kunnen dateren met veel grotere precisie dan met oudere methoden. En dat gaan we nu doen. En dan weet u ook aan het eind van de uitzending hoe oud het stinkschip eigenlijk is. Onze deskundige op het gebied van de dendrochronologie is Petra Doeven. Die gaat het allemaal aan mij uitleggen. Tje jongens, nou begrijp ik waarom ik zo lang heb moeten wachten voordat het allemaal opgesteld is. Dag. Hallo. Jij moet Petra Doeven zijn. Ik ben Petra, hallo. Juist. Ja, dit is inderdaad een hele opstelling en daar zit ik elke dag achter. Fijn, alleen niet op zo'n mooie plek als deze. Dus. Oh, ik zou hier wel willen zitten. Ja, misschien dan wel een raampje open dan. Dan ben je aan die stank. Ja, precies. Dan mis je de stank als je dan weer thuis bent. Dan wen je eraan. Ja. Nee, ja, dit is inderdaad een dendrochronologische opstelling. We gaan vandaag iets meer te weten te komen over het Utrechtschip, Utrecht 1. Het is gevonden in 1930 in de Van Hoornkade, waar uitbreidingen waren in Utrecht voor huizenbouw. En ze stuiten op deze resten en het is wel leuk om wat over het schip te vertellen, want als je ernaar kijkt, zul je zien dat het bestaat uit een boomstam van eikenhout. Die is uitgehold, zodat het een dunne schil wordt van ongeveer 6 centimeter dik. En hij is wel 14 meter lang en 2 meter breed. Dus het is echt helemaal uitgebogen met warmte. En, het moet toch een stevige eik zijn geweest? Ja, absoluut. Ja. Maar dan krijg je wel een basis voor het schip. En vervolgens zijn er spanten ingelegd om die uitholling vast te houden. Ja, en dit... Van dit schip is het gewoon eigenlijk, omdat het de allereerste was die er werd gevonden, worden schepen die vanaf dan 1930 zijn gevonden het Utrecht-type genoemd. Dat is wel leuk. Oh. Dus de uitgeholde, opgeboeide boomstamboten, en dit is echt een van de grootste, zijn het Utrecht-type. Ja. Ja, nu gaan we uitvinden hoe oud die is. Hè? Ja. Ja, als je iets wil weten over bomen, hoe ze groeien, dat is eigenlijk wel belangrijk om te begrijpen hoe dendrochronologie werkt. En ik heb een stuk van eikenhout meegenomen om te laten zien. Ah, ja. En ja, we herkennen eigenlijk altijd wel de jaringen. Die zijn vrij goed te herkennen. Hoe komt nou dat dit anders gekleurd is, die buitenring? Ja, dat is heel goed opgemerkt, want je hebt het kernhout, het harde kernhout, dat zorgt voor de stabiliteit van de stam. Tussen de bast en het spindhout, daar heb je het cambium. En het cambium is echt heel uniek, een soort cellen zitten daar. En aan de ene kant op worden die cellen bast, schors. En aan de andere kant worden het langzaam opgebouwd jaringen. Dus eigenlijk de fabriek van die boom, die zit, de aanleg van het hout zit hier in die hele smalle zone. Want je kunt die jaringen nog, ik neem aan, je hebt
hele smalle jaarring als het een beroerd jaar was. Klopt, ja. En je hebt een relatief dikke jaarring als het een fijn jaar was om te groeien. Ja, ja, dus de mate van snelheid of het seizoen, temperatuur, maar ook grondwater of juist een overstroming, hè, heeft heel veel invloed op de groei van die bomen. Dus een gezond jaar zal een bredere jaring opleveren dan een jaar waarin die boom misschien op zijn reserves moet, droogte ervaart of juist overstroming ervaart. En dan krijg je een smalle jaring. Hoe oud is dit boompje? 80 jaar. Ja, ja. Ja. Nu al 80 jaar. Ja, moeten wij nog eens best doen. Een piemelig boompje lijkt eigenlijk. Ja, precies. Het principe van dendrochronologie en eigenlijk de mogelijkheid die we hebben om historisch en archeologisch hout te dateren is gestoeld op het principe van gelijkvormigheid in de jaringen. Dus op het moment dat je een boom die nu groeit van 200 jaar zou omhakken en je meet de jaringbreedtes en je hebt ergens een boerderij met daarin ook een balkconstructie waarin 200 jaringen zitten en die balk en die levende boom hebben een overlap van 100, dan heb je dus eigenlijk samen opgeteld 300 jaar aan jaringen die je kunt overbruggen. En als je dat maar lang genoeg en vaak genoeg doet, creëer je dus een zogenaamde chronologie. Een referentiekalender. En die begint nu ergens 6000 jaar voor Christus. Ja, en continu die jaringen meten en dan vergelijken en opnieuw in die kalenders clusteren, krijg je hele stabiele groeipatronen over de eeuwen heen. En die gebruik je om nieuw hout op vast te haken. De meetopstelling voor dendrochronologisch onderzoek bestaat uit de meettafel en een microscoop. De meettafel is verbonden met de laptop. En je kan daardoor heel precies, nauwkeurig, doordat je door de microscoop kijkt, de afstand zien die je aflegt. En op het moment dat je een jaringgrens passeert, geef je een klik op de muis en dan legt die de metrische afstand vast. En zo krijg je dus een hele reeks van allemaal jaringbreedtes eigenlijk. En die kun je gebruiken om met elkaar te vergelijken. En met het schip is dat ook gebeurd. Dus in 1986... En al in 1997 is dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd door Esther Jansma. En daarbij hebben ze een aantal stukken onderzocht. De boomstam en wat planken. En dan hebben ze dus een boring gezet. En dat kun je vergelijken met zoiets als dit. Dit is uit een huis afkomstig. En dan kun je natuurlijk ook de jaringen prachtig doorzien. Maar wat je er dan uitkrijgt is inderdaad een klein monster. En dat leg je onder de microscoop. En dat jaringenpatroon dat is opgemeten en vervolgens vergeleken met referentiekalenders. Zullen we eens een keer door dat ding gaan kijken? Ja, is misschien wel een idee. Is dat ook fossiel hout? Ja, dit is een klein stukje gezaagd uit een hoekpaal van een waterput. Die is gevonden nabij Houten. Ja, daar is die. In een redelijk goed beeld. Ja, ik heb een scherp beeld. Wat mij als eerste opvalt zijn al die zwarte pippeltjes. Ja, dat zijn de voorjaarsvaten. En die jaringen die bestaan eigenlijk uit een combinatie van het voorjaarshout en het najaarshout. En op het moment dat je weer zo'n beetje grensje ziet en opnieuw voorjaarsvaten, dan begint een nieuwe jaar. En afhankelijk van een goed of slecht jaar wordt een jaring dus breder of smaller. En het opmeten van zo'n jaringenpatroon, is dat iets wat je zou willen proberen, Maarten? Ja, als ik het kan. Ja? Als er handigheid vereist is, dan gaat het niet lukken. Maar wat ik zie nu vooral de pippeltjes met die streepjes daartussen. Die zo. Ja, nee, nu heb ik hem goed. Ja, okay. Ik heb hem nu goed. Jongen, ik ben te oud hiervoor eigenlijk. Maar dan moet ik eerst weten waar ik start met de meting. Jazeker. Even kijken, nu begin ik hier bij dit pippeltje. Maar nu beweeg je de microscoop met je
Met mijn neus. Ja. Nou, ziet het, ik heb het nu met mijn neus gemeten, maar dat schijnt niet de geëikte methode te zijn. Dus maar ik begrijp wel ongeveer hoe het werkt. Ja, heel goed. Ja. Dus eigenlijk kun je beter je neus demonteren voordat je aan de raam begint. Ja, de neus wordt hier sowieso al op de proef gesteld naast dit schip natuurlijk, met de geur. Ik ben er nu al helemaal aan gewend eigenlijk. Ja, maar een paar tijdje gebruik je niet eens meer, hè? Dus kijken, terug naar het schip. Ja. De jaringen, de dendrochronologie is de meest exacte dateringsmethode die we hebben. Wat je nu hier ziet zijn in blauw een gemiddelde referentiekalender. Die bestaat uit een heleboel jaringmetingen met elkaar gemiddeld. En de oudste jaring in deze meetreeks is gegroeid 194 voor Christus. En de laatst gemeten jaring in deze meetreeks is gegroeid in 1145 na Christus. En in het rood zie je het jaringenpatroon van de plank uit het Utrecht schip. Dan zie je eigenlijk als je door je oogwimpers kijkt een heel duidelijk overeenkomstig groeipatroon van het hout waar dit schip van is gebouwd en de beschikbare referenties. Dus het laatste gegroeide jaarring wat gemeten is in het hout door Esther Jansma is gegroeid in 998. Ja. Daar rekenen we wel een marge van het spinthout bij, van ongeveer 20 jaar. Maar dat blijft een vroegst mogelijk kapjaar. Dus de boom die gekapt is voor dus die enorme eik, zou ik maar even zeggen. Die is gekapt na 1019 na Christus. Ah, oké. Okay. Het schip is dus nog weer jonger dan we dachten. Het is niet de 8e eeuw. Nee. Het is begin 11e eeuw. Ja. Globaal. Ja, globaal. Kijk eens. Begin 11e eeuw. We zijn iets te weten gekomen wat we niet wisten. Namelijk, vrij precies weten we nu wanneer het hout van het stinkschip is gegroeid en gekapt. Wanneer precies het stinkschip gebouwd is, weten we niet, maar het moet ergens geweest zijn in de eerste helft van de 11e eeuw. Zeg maar tussen het jaar 1000 en het jaar 1050. En voor de fantasie maken we er gewoon van dat dat gebeurd is in het jaar 1023. Dus dan is de zaak hier precies 1000 jaar oud. Misschien een reden voor een leuk feest. En ondertussen hebben we ook gezien hoe die relatief nieuwe wetenschap van de dendrochronologie functioneert. En dat daar al tijdreeksen zijn opgebouwd die teruggaan tot enkele duizenden jaren voor Christus. En dat betekent dat we in allerlei opzichten een groot aantal zaken nader kunnen bepalen qua leeftijd. Het leuke van het stinkschip is dus toch dat we nu veel meer weten dan we daarvoor wisten. Het schip is niet stinkend gebouwd, het schip is stinkend gemaakt, maar het neemt niet weg dat ik u toch van harte moet aanbevelen, zeker wanneer u kleine kinderen heeft, om te gaan kijken naar het schip. Want kleine kinderen vinden de stank ook leuk. Ik vind het ook nog wel een beetje leuk. Thank you.